Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken, wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Deckers en mijn gast vandaag is Jelle van Baardenwijk. Jelle, we gaan samen het nieuws doornemen ja. van de week. De kijker waardeert het, wij vinden het zelf ook heel erg leuk om te doen. Um, ik word er niet altijd vrolijker van, moet ik zeggen. Als ik me dan dus zo uh, echt, echt goed verdiep in het nieuws. Want anders kan je toch een beetje kop snellen en als je er dan ja. echt in duikt. Hmm. We beginnen met: de Duitse politie arresteert 25 rechts-extremisten met koepplannen. Ja, op woensdagochtend uh, is er een grote razzia geweest in Duitsland. Er zijn meer dan 3.000 politieagenten uh, op stap gegaan om uh, een, uh, een groep rechtsburger te uh, ontmantelen. Dat, zijn, uh, dat is een groep die uiteindelijk uit uh, ongeveer 21.000 leden bestaat. En, uh, er zijn een aantal kopstukken van, waaronder een uh, oud uh, politica van de Alternatieven voor Duitsland, uh, die inmiddels rechter was, die is gearresteerd. En uh, een aantal andere uh, kopstukken, uh, mensen die in het leger en de politie werkten. Ik geloof dat het uiteindelijk om 25 man gaat hoor. Dus, uh, ja, zijn met... ho, ze hebben 150 adressen bezocht. 3000 politiemensen namen deel. Ja. Het is de grootste antiterreuroperatie ooit in Duitsland. Ja, in de Bondsrepubliek, hè? Ja. ja, nou ja, oké. Okay. Ja, 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 nee, zo'n belangrijk, deed wij. <laughs> in Duitsland heb je wel meer <laughs> uh, van dat soort okay. uh, uh, rassies, Nou, uh, uh, Kijk, uh, wat mij direct opviel, is dat. Um, um, de man die dit allemaal zou moeten leiden, of hebben geleid, dat is Heinrich de Dreitzinter, Prins Reuss. Dus dat is En dat is een achterneef van, uh, van Beatrix. Uh, die hebben geen contact meer, uh, want dat heeft Beatrix opgezegd. En dat is een, uh, een prins. Nou ja, in, in Duitsland heb je helemaal geen uh, adel meer met die titels, maar die handhaaft hij nog. Die in een uh, uh, gedistingeerd familiegeslacht staat. Want uh, dat gaat geloof ik wel terug tot de 13e eeuw, die Reuysen. En hij is wel echt een. Uh, een uh, outsider, een outsider. <laughs> en um, hij wil dus eigenlijk terug naar de 19e eeuw, naar het Duitse Keizerrijk. En hij heeft... Naar 1937 of zelfs 1871. Toch? Ja, ja, dus dat, dan uh, sticht Otto van Bismarck die Verenigd Duitsland. Dus dat is nog een vervolgslag van, uh, uh, van Pruisen naar, en, en het lappendeken van Duitsland naar, naar de moderne nazistaat. Nou, en dat eindigt dan uh, met het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. En dan krijg je de Weimar Republiek nou, en die, die, uh, die man die, uh, die, die was dus in voorbereiding van een uh, staatsgreep. Dus, uh, nou, en we weten daar niet zoveel van, de media weten er niet veel van. Er zijn vast wel mensen die meer inzage hebben in uh, geheime documenten. Maar er was dus echt serieus aanleiding om te denken dat deze man uh, de nieuwe uh, uh, rijkskanselier wilde worden. En uh, dat zij een soort van terroristische aanslagen... splinterbommen uh, wilden werpen op allerlei plekken. Uh, infrastructurele plekken. Dus om uh, um onrust te veroorzaken. Zodat... Uh, uh, nou, een van de theorieën is dan dat de overheid zou overreageren. Dat, dat is misschien nu ook al gebeurd trouwens. Hè, als je het met 3000 man... Uh, Best veel. <laughs> op, op, op weg gaat. Maar uh, in de hoop dat meer mensen zich zouden aansluiten. En dat zij dus... Uh, het Duitse keizerrijk in de volle glorie zouden kunnen herstellen. Ja. Dus die, die Prins Royce, dat is een, uh, ja, die, is een vreemde figuur, een, een beetje warge boomer, die uh, als je die ziet op YouTube, moet je maar eens kijken, Prins Royce, uh, Heinrich XIII. Dan denk je niet van deze man gaat een uh, staatsgreep plegen. Maar uh, oké, okay. dus het zal ongetwijfeld dat hij heel veel mensen om zich heen had verzameld en uh, dat dat ook een, een, een rechts, extreem rechts terroristisch netwerk was. Um, dat zijn etiketten waar ik zelf voorzichtiger mee zou willen zijn dan uh, men over het algemeen in het media is. Maar we, laten we de inlichtingendiensten wel het voordeel van de twijfel geven: dat het hier gewoon om een man met echt abjecte, uh, racistische, antisemitische, uh, 19e-eeuwse, ondemocratische ideeën gaat. Nou, oké, okay, dus dan, de, ze zijn overgegaan op, op het we gaan deze man arresteren. Ja, ik schrok wel van een aantal dingen, uh, in de eerste plaats. Uh, dat er zoveel media aanwezig was. Het lijkt wel alsof de politie eerst even de, de, had de televisie gebeld. had gebeld. Van, komen jullie wel met ons mee? Maar ik denk dat ze dat dus ook doen. Ja. Ja, ja die stonden gewoon klaar met camera's. Ja, maar dat, dat, ja. dat, dat ken ik uit mijn eigen leven ook. Dus dat, de media wordt gewoon gebeld. Ja. En uh, ja, ik stond er toch van te kijken. Ik vond het ook sappig. Dus ik heb ook flink ge om te kijken... Van hoe zien die mensen er nou uit en wat, uh, wat speelt zich daar nou af? Nou, in ieder geval, uh, wat er heel duidelijk is, is dat uh, deze groep, groep mensen leeft eigenlijk de die, uh, die Dat is een subcultuur dus. Die willen eigenlijk buiten de huidige staat van Duitsland leven. Die erkennen ook het paspoort bijvoorbeeld niet en de politie niet. En ze hebben een eigen uh, verkeer van zelfs met geld en uh, documenten. Dus ze hebben eigenlijk hun eigen virtuele, of nou niet virtuele, hun eigen uh, staatje. Uh, het is maar klein, het gaat maar om weinig mensen. En uh, uh, ja, dat de, de Duitse politie heeft dat in de gaten gehad, al jaren, uiteraard. En die waren toch bang dat het nu groter werd. Nou, en uh, dat is het tweede wat me opviel. En dat komt dus, die angst, omdat heel veel mensen met kritiek op het coronabeleid uh, flirten met dezelfde ideeën over een deep state. En uh, meer in het algemeen uh, de ideeën die zich verzamelen rond het complot van QAnon. Even kijken, wat is deep state? Ja. Uh, <laughs> ja, ja. <laughs> Ja. ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, ik bedoel, er wordt heel veel ondergehangen. Ja. Nou, de, de verwachting in die complotten is dat er geheime netwerken zijn van mensen die eigenlijk de, uh, via de staat uh, sturen op een bepaalde agenda. En uh, het, is een, uh, uh, dus het, is, het gaat om uh, diepte staat. Dus... Aan de ene kant is de geheime agenda. De andere kant is het gewoon de openbare ja. great reset, uh, die ja. gewoon openbaar is. Dus zo deep state is het niet. Dus dat is, we kunnen het gewoon allemaal volgen. Ja. Uh, 2030 plannen zijn er ook gewoon, dus lijkt me ook niet heel veel deep state. Weet je wel. Dus, nee, daar zat altijd een beetje dus, de vraag. Dus daar is... zit, zeg, maar vind ik wel, dus dan is het van: of zit daar dan ook weer iets achter? Ja, nou kijk, als, als ik even als wetenschapper uh, mag antwoorden en het kaf van het koren mogen scheiden, dan zou ik zeggen: van uh, er zijn een hoop speculaties over uh, machtsnetwerken om bijvoorbeeld uh, uh, verder te Europeaniseren of om een bepaalde duurzaamheidsagenda uit uh, te voeren. En die, die machtsnetwerken die zijn, ja, die, die, die zijn helemaal niet zo verborgen. Dat zijn helemaal niet van zulke complotten. Dus, uh, dat zijn, um, maar het zijn, het zijn eerder uh, denktanktypes experts die samenwerken met denktanktypes, dus uh, denktanktypes is even mijn woord voor iemand met een uitgekiende visie op de toekomst en die is ook niet wetenschappelijk, dat is wel vaak gebaseerd op extrapolaties van het heden, maar en die hebben een heel uh, sterk verlangen naar een totaal andere wereld. Uh, en um, er zijn ook experts die dat dan weer beter kunnen onderbouwen, waarop dat dan waarschijnlijk wel een goed idee is. Dus het is een, een soort aantrekkelijk verhaal. Nou, en uh, de deep state theorie, is, die zegt meer van, nou, het is, uh, het is echt een machtsgreep van de mensen die deze uh, ideeën hebben. En um, uh, er, zit een, er zit een waarheid in, hè? Dus ik, ik denk dat het ook gezond is, ook wetenschappelijk gezien, om sceptisch te hebben... Uh, over, over de wereld die je probeert te bestuderen, inclusief sceptisch over de zittende macht. Dat lijkt me ook heel gezond. Ja, ja. en um, misschien is het zelfs gezond verstand om soms ook te twijfelen wanneer mensen allerlei mooie woorden aan iets geven, bijvoorbeeld de digitale Europese identiteit. Hè, dat speelt ja, daar gaan bezig. we het zo meteen ja. nog over hebben. Om um, daar dan ook vraagtekens bij te uh, te, te durven plaatsen. Um, dus, maar die skepsis, die kan uh, georganiseerd plaatsvinden binnen de wetenschap en uh, binnen de journalistiek. Uh, maar daar laten ze ook wel eens wat liggen. Uh, dat weten we. Dus de blikvernauwing, de groupthink van uh, de instituten, die eigenlijk zouden moeten nadenken over wat de, de macht allemaal uh, niet ziet en uh, wat de belangenverstrengelingen zijn. Uh, bijvoorbeeld met, uh, tussen big tech en uh, een bepaald beleid, of tussen big pharma en be bepaald beleid. In dit geval is dat dus coronabeleid het eerste. En of het eerste is dan meer bijvoorbeeld die digitale identiteit. Daar is het, er zijn natuurlijk allemaal technisch bedrijven ook geïnteresseerd in dat wij dat krijgen, voor de duidelijkheid. En aan de andere kant uh, bijvoorbeeld Big Pharma en dan uh, medisch uh, uh, het beleid, hoe we bijvoorbeeld nou, uh, uh, wat de rol van de zorgverzekeraars is in het zorgsysteem. Nou, die, die verhoudingen die kun je kritisch bestuderen. Dat doen we eigenlijk dat doen we te weinig, maar liefst. Dat is dus het punt. In de wetenschap gebeurt dat te weinig. En vervolgens. Nou, er, 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 is, er, er is natuurlijk één narratief, en, en, en dat ja. wordt geplucht. Nou, en, ja. Ben je het niet mee eens? Ik denk wel dat er meerdere narratieven zijn, maar dat... Um, Eentje vooral naar boven komt. Ja, en dat eigenlijk de mensen niet mee worden genomen in, in kritiek. Er zijn wel genoeg wetenschappers die kritiek hebben op, uh, op, op dominante beleidsnarratieven. Maar die, die, die critici, die worden niet altijd geïnterviewd. Die lijken soms ook niet in de kranten te kunnen komen met hun stukken of dan één keer een opiniestuk. Terwijl mensen die het bestaande narratief uitdragen, uh, veel meer aandacht krijgen. Nou, en dan krijg je dus het probleem dat uh, kritiek eigenlijk weggemoffeld wordt. Nou, we kennen dat ook in de politiek. Um Denk aan Pieter Omtzigt die een functie elders moet krijgen. Mensen houden niet echt van kritiek. Nou, en een van de gevolgen daarvan is dat er theorieën ontstaan die echt... Uh, ik heb dat wel eens hyperbolische theorieën genoemd. Die zijn, die, dit zijn ronkende theorieën, die gaan veel verder. Nou, en dat is, een van die theorieën is die van het bestaan van de deep state. Dat is, dat is gewoon een hele zware interpretatie van op zich best begrijpelijk fenomeen. Namelijk dat allerlei believers en uh, experts, gecombineerd met bureaucraten... eigenlijk plannen uitdokteren voor ons met de beste bedoelingen van de wereld... Volgens mij hebben ze niet de mening dat dat met de beste bedoelingen voor de wereld is. Die mensen ze zelf wel, natuurlijk. Met wel. De, volgens mij de beste bedoeling voor, voor hunzelf. Dat hoort volgens mij bij Diepstein. Die, nou, dat van je de denkt dat je in ieder geval aanhangt en die hebben niet het beste met ons voor. Nou, in... En dat hebben we gezien bij corona, hoe hard ze ingrijpen ja. en die hebben niet het beste met ons voor. Nou, de, 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 inderdaad, de vraag is: wat is ons? Hè? Dus je ziet dan... Ja, wie, zit, wie hoort bij ons? Ja. Ja, dus de boel... Oh, jij hoort de, bij de wetenschap. Nou, nee, maar... Nee, nou, ja. Ja, je mag me best even uitlachen. Ja, sorry. Nou ja, ik waag me er als wetenschapper nog aan om hierover na ja, te denken. dat, is waar, dat, dat is Voor waar. de meeste mensen is het taboe. Moeten ze al bijna dankbaar zijn, ja. Nou ja, oké, okay, touché. Ja. Um, maar die... Um, uh, die, die Heinrich de Draidzinte, die, uh, die hangt dus die, dat soort uh, te, uh, complotten al langer aan. En zijn big reset is eigenlijk de Stichting van de Weimar Republiek. En dat hebben we. Uh, die... Is het dan terug naar de conservatieve waarden? Nou, inderdaad. Dus, die, die 19e eeuw, waar die groep naar terug wil, dat is eigenlijk de tijd, dat is een tijd, een autocratische tijd. Dus je had één keizer. En prinsjes en zo. En die, uh, dat, uh, dus er was geen democratie, maar er was wel een competente bureaucratie en rechtsstaat. En dat zit eigenlijk al mooi in het Duitse woord: hè? rechtsstaat. Dus dat is, is natuurlijk ook een uh, germanisme in het Nederlands. Dus dat betekent eigenlijk, om het in het Engels te zeggen, zowel de rule of law als de overheid. Nee? Zowel zeg maar, de overheid als, als de, rechts, uh, de rechters, de rechterlijke macht. En die waren er, maar er was verder geen democratie. Dus iedereen, bijvoorbeeld, je kon dus niet zomaar als staat iets van je uh, burgers uh, afnemen, onteigenen. Um, en, en burgers waren ook onderling beschermd, dus de rechtsstaat was goed. En er was ook een heel, bijvoorbeeld, heel grote militaire uh, overheidsorganisatie. Dat is ook een van de redenen waarom de Duitsers in de Eerste en Tweede Wereldoorlog zo uh, ontzettend uh, veel strijd konden leveren, omdat de Duitse overheid bijna uh, volledig ook. ...ingericht was om het leger ten dienste te zijn. Dus de overheid is een voorbeeld van een overheidsdienst. Hè? Dus het ministerie van de, de, de Defensie, of zoals we dat nu noemen, een eufemisme. Dus, de, en die, uh, de, dus dat kriekse apparaat en uh, die rechtsstaat waren heel sterk. En daarbovenop zat dan die keizer. En, en na die tijd verlangt deze man en zijn groep terug. En dat, uh, er zit nog één aspect wat, er, wat het ook aantrekkelijk maakt die tijd voor die mensen, denk ik. En dat is de toch een beetje romantische idee van uh, naast de technologische vooruitgang... die nog enigszins beperkt was, maar wel heel groot in Duitsland al... een bildungsideaal. Hè? Dus uh, uh, echt een soort uh, Duitsland als, uh, ja, uh, als, als cultuur met grote, met, 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 met grote schrijvers en veel en, en, en filosofie. en ook een eigen identiteit. Een he? eigen identiteit. Een hele hoor. sterke eigen identiteit. Ja. Dus dit is, dit is natuurlijk ook een, een, een tegenreactie op die dominantie van de EU. Uh, dit is een tegenreactie uh, onder andere op de, uh, op de EU, maar eigenlijk ook, dus zij zijn eigenlijk tegen uh, 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 de grondwetswijziging van uh, Weimar en al helemaal van 1948 uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dus zij zijn um, eigenlijk tegen alle bestuurlijke innovaties vanaf uh, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dus zij willen echt naar een. Uh, dus hun, hun, hun verlangen is nog veel nostalgischer dan alleen maar tegen de EU. Zij zijn ook tegen Duitsland. Uh, je zou wel kunnen zeggen dat voor veel Duitsers ook, uh, uh, die, ja, is Duitsland en de EU zijn ook een wisselende uh, categorie, omdat ze ook, ja, veel Duitsers zitten natuurlijk met dat schuldgevoel. Dus, ja, dus nationalisme en patriotisme is iets, gewoon, iets heel ingewikkelds in Duitsland. Is je bent heel... al snel extreem rechts. Ja, nee, maar wat ik daar interessant aan vind, je mag, die vent dat, dat ventiel mag daar nooit open. He, dus, nee. dus dat is natuurlijk ook wat Angela Merkel toen zei weer Schaffendas. was. Uh, zij hebben geen Pim Fortuyn gehad, zeg maar. Dus ze hebben niet zo'n soort beweging die gemobiliseerd is door, door iemand van... Uh, hoe zit dat nou? Is het land vol? Niet. Uh, een, een soort open gesprek, klimaat, wat Pim Fortuyn daar probeerde te forceren. Um, dus ik heb ook altijd Duitsland wel gevoeld. Daar broeit het, want ze moeten zoveel migranten... Adopteren en mogen er niks over zeggen vanuit het schuldgevoel. Ja, dus dat inderdaad. Ik denk dat dat, dat een van de, de interessante experimenten in Duitsland... is dat je dus geen eigenlijk conservatieve positie in mag nemen in het migratiedebat en eigenlijk op heel veel dossiers niet. Ook in die zin lijkt het wel een beetje op Nederland. En uh, dat heeft te maken met het verleden. Ja, dus Duitsland, in die zin experiment. Nou, het experiment... heeft een beetje vergeleken met. Het heeft dus in die zin niet met uh, Nederland is het te vergelijken, omdat zij dat grote schuldgevoel hebben. En je ziet nu, er wordt er ook van allerlei schuldgevoel bij gehaald. Wij moeten nu ook slaven, slavernij verleden, et cetera. Dus, maar, maar dit is nog veel dichterbij. He, dus die, 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 die hele wind die er nu waait, uh, Dus daar komen natuurlijk ook andere krachten die daar tegenin gaan. Die, die weer terug verlangen naar... Het schone Duitsland. Ja, nee, dit is Het uh, ja. uh, geen ja. LHBTK Q uh, Plus, uh, ja. uh, geen transgenders. Uh, weet je? Dus ja. het is natuurlijk een conservatief beeld. Ja, ik denk wel dat. Het, in Duitsland is het maar een hele kleine onderstroom, vermoed ik. Maar misschien kunnen de kijkers ons hierover uh, informeren. Die uit Duitsland komen, die, die echt wat conservatiever of populistisch, populistisch zelfs georiënteerd is. Ja, ik denk dat dat echt. Maar, zo onder de. Ja, dat zit heel diep onder onderuit. Ja, ja, en uh, ik volg heel veel uh, podcasts best wel over heel de wereld. Tenminste, de talen die ik kan volgen. Mm -hmm. en ik kan Duits volgen, maar ik zit daar ook bijvoorbeeld helemaal niet in. Weet je, wel? dus ik weet niet, zijn nou. de podcasts zoals wij? Of uh, weet je, is, ja, is er. broeit daar iets? Is daar. Uh... Nou, ook in de uh, zaken, de coronadebat waren ze niet zo uh, aanwezig op YouTube zoals wij. Hè? Je hebt bijvoorbeeld Gunnar Keizer, daar moet je maar eens bekijken. En. Uh, je hebt wel wat, uh, wat uh, kritische stemmen, maar nee, er is niet, uh, het intellectuele debat in Duitsland sowieso. Nee, er is, nee, het is niet zo spannend als in Nederland. Nee, nee dat, dat durf ik wel te zeggen. Um, maar even voor de duidelijkheid: die, die, die Heinrich de Draaitzind en die club die worden dus nu echt geëtiketteerd als extreem rechts. En dan moeten wij denk ik ook uh, zeggen: van oké, okay, daar, daar is iets dus niet in de haak. Ja, dus ik wil dat duidelijk markeren van... ik, 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 ik begrijp die hele uh, race om die gasten in, in het gevangen te krijgen... en we moeten maar zien wat de bewijslast wordt. Maar uh, in Nederland hebben we natuurlijk ook wel nu een discours... waarin iemand al snel verweten wordt... dat hij een uh, complotwappie of een complotterrorist nou, is. Nou, en extreem rechts. En extreem rechts. De... Maar dat is wereldwijd aan ja. de hand, hè? Dus, ja. dus bijvoorbeeld toch maar om meer Ellen Musk te noemen. Uh, of... Uh... Ja. Uh, um, Joe Rogan of, nou ik bedoel, heel veel mensen. Ik heb hier uh, Jan Bonte ook gehad. Weet je, ik zeg, ik stemde altijd SP. Ellen Muster ook altijd, ik was altijd de Democrats. Uh, uh, Joe Rogan deed altijd een, de kleinere, maar ook links georiënteerd. Mm. Nou, we zijn allemaal compleet in de war, zeg maar. Want in één keer zijn we extreem rechts, worden we extreem rechts genoemd. Uh, dus ja. dat is natuurlijk een hele verwarrende tijd. Dat. dat, ja. dat als je maar iets uh, zegt wat niet in het narratief was, dat je dan in één keer ben je extreem rechts Dus bij mij gaan ook wel hier de alarmbellen aan. van. ja, extreem rechts, extreem rechts. Uh, klopt dat wel? Is dat wel zo? Ja, dat is en ook. En is dit niet een beetje totaal. Um, buitenproportioneel? Ik... Hier bij ons is ook Willem Engel zomaar opgepakt. Hè? Of je nou voor of tegen Willem Engel bent. maar om, die, om hem zomaar op te pakken was best buitenproportioneel. Dat ging heel ver, ja. Dat, dat ging, ging heel echt ver. heel ver. Ja, nou, Je ziet ook dat, uh, laten we het er zo over hebben. Eerst nog even van, ik heb die autorit opgenomen, hè, die rent in de auto. En uh, om dat draadje hier uh, in te vlechten. <tacht> Kijk, ik denk dat in, in, in Nederland is toch een soort bestuurs- en politieke cultuur ontstaan van uh, there, there is no alternative. Dus we, we willen op één manier voorwaarts hebben afspraken gemaakt, of het nu gaat over wat een Natura 2000 gebied is of uh, wat de rol van uh, de Europese Unie is voor Nederland. Die afspraken zijn soms al 30 jaar oud en we willen maar door op die ingeslagen weg. En als je daar kritiek op hebt, ja, je wordt gewoon vrij snel uh, belachelijk gemaakt. Dus dan uh, <tossimus> zegt men toch van uh, ja, dat, dat, is, uh, dat zijn alternatieve feiten die je aanhangt, terwijl je vaak een, een andere interpretatie van dezelfde feiten geeft. En daarmee wil ik niet uh, ontkennen dat of er dat nepnieuws bestaat. Maar het is wel zo dat ja, veel mensen die kritiek hebben op het uh, dominante discours. Of het nu gaat om, om duurzaamheid, om migratie, om uh, Europa. Uh, gewoon überhaupt om Nederlanderschap. Uh, nou, zo kunnen nog even doorgaan. Corona. Uh, da, da, dan ben je dus al snel, uh, dan val je niet meer binnen de, uh, hoe men hoort te denken. En dan is het, he, moet je dus ook, je kan dan binnen zeg maar de, vind ik een goede graadmeter, binnen de Volkskrant en NRC Handelsblad, kun je dan eigenlijk niet, en ook eigenlijk het FD niet meer, kun je niet meer lezen wat, wat, uh, wat je eigenlijk zoekt. De, 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 de orde wordt dan niet meer bevraagd voor je. En dan, uh, ja, soms ga ik ook wel eens bij mezelf te raden van. Ben, ben, ...ik nou gek aan het worden... Wat, ...dat, dat ja, wat ik, ik vind net ik... niet meer bevredigend vind. Maar het is... Ja, maar ho, nu ben ik dan... even... ...ho, ho, ho. Maar jij gaat er nog van uit... Hè, ...dat merk ik vaker als wij... ...praten. praten. <laughs> uh, jij gaat dan ook nog van uit... ...dat de feiten kloppen. Nou, ik ga dan toch nog wel... ...ook misschien een stapje verder. Al die dossiers die jij noemt... Nou, ...of veel, die zijn gebaseerd op tabellen. Nou, we weten inmiddels ook... Uh, ...daar zitten aannames in... Uh, vaak niet transparant wat die aannames zijn. Uh, dat, die zijn ook. Dus de feiten zijn, vind ik ook, zijn dat wel feiten. Nou, en dat... daar worden dan dus hele zware maatregelen of sancties of beleid op gebaseerd. Nou. Ja, daar word je natuurlijk toch gewoon wel heel reconcitrant van. En zeker als jij zelf in die business zit. Plus daarbij, je kan wachten tot, tot het jouw business raakt. En het is allemaal op modellen, 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 modellen. Dus nou. het is niet eens een alternatieve gedachte op hetzelfde feit. Maar het feit kan ik vaak al dat ik denk, nou, ik, ik weet niet eens meer of, het, of ik achter het feit kan staan. En misschien wel niet. Ik bedoel, ik heb er geen verstand van. Alleen, ik heb daar wel een wantrouwen naartoe ontwikkeld. Ja, nou, ik, je kent me. Ik ben ook wel behoorlijk wantrouwend geworden de afgelopen jaren naar de, de, de feiten die kennisinstituties presenteren. Maar als wetenschapper hecht ik er toch heel erg aan om te blijven zoeken naar de feiten. Dus we hebben hier bijvoorbeeld aan tafel vaak gesproken over de stikstofcrisis. En of dat een stikstofcrisis is en hoe dat gemeten wordt. En dan kom je inderdaad op. Ja, wat zijn de meetpunten waaraan je die stikstofuitstoot meet? En dan, uh, ja, of überhaupt daar is, zit, daar zit, is de stikstof een probleem? Ja, daar zitten dus in de interpretaties, ja in de feiten zitten al interpretaties. En dan moet je ook zeggen van ja, we moeten de feiten waar jullie over praten, nodigen inderdaad uit tot een bepaalde interpretatie. En dat, dat klopt niet. Je moet, de feiten moeten opnieuw op tafel. Je moet, je moet in een nieuw licht kijken naar de werkelijkheid. En uh, wat, wat is natuur nog in dit land? En, uh, uh, wel, hoe belangrijk is natuurbescherming? En, uh. ja, maar in één keer leven zogenaamd in, in de natuur in Nederland. Nou, de... nou goed, we hebben op de Biesbos, uh, de Waddeneilanden. Ja, die hebben. zijn ook ooit aangelegd, hè? dus dat is. Uh de, ja, maar dat is natuurlijk. Dat, dat is inderdaad zo, maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om oernatuur hier. Nee, maar. Ja. Ik, 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 maar weer, terug, naar de, terug naar het feit: daarom vind ik het ook leuk om met jou te praten, omdat jij nog veel meer sceptischer uh, bent dan ik. Geworden? Ja. Maar ik denk wel dat. Uh, uh, kijk, de, de dialectiek is een beetje. En dat vind ik het hele nare. Dat als je dus niet meegaat in het dominante de, liberale discours. Tenzij je een beetje woke bent, dan mag je er buiten kleuren. Dat vindt iedereen dan leuk. Uh, dan, uh, uh, dan ben je bezig met grensoverschrijdend gedrag of, of duurzaamheid. Er zijn trouwens interessante thema's. Maar uh, die, die passen dan ergens nog wel bij het uh, dominante discours. Maar als je er dan echt buiten wilt treden, ja dan. Uh, word je eigenlijk snel, weg, word je snel weggezet? Een populist genoemd of een, uh, iemand met alternatieve feiten. Of, uh, dan dan deugt het niet meer. En dus de vraag is, wanneer ben je eigenlijk extreem? En is het niet ja, ja. zo dat wij in een tijd leven waarin eigenlijk de tolerantie voor alternatieve interpretaties van de feiten. Voor, 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 uh, die, dus ik hou vast aan het wetenschappelijke basisidee van er zijn feiten waar we het over eens kunnen worden. En er zijn theorieën waar we in ieder geval. Van kunnen zeggen, nou, jij hebt een andere theorie. Hè? Dus, uh, uh, maar je ziet dus dat, dat uh, de tolerantie voor alternatieve theorieën en, en uh, gesprekken over de feiten, die tolerantie is omlaag. We zijn intolerant geworden. En dan worden andere mensen snel bedreigend. En dat, dat is natuurlijk heel raar. Want je kunt het ja, ja, ook kijk op extremisten. Ja. Je kunt het Terwijl, ook. Iets zoals jij het vertelt, dan nou, nou vertel je het natuurlijk ook heel uh, jeugdig, zeg maar. <laughs> Als een soort roman. Uh, ja, kan je toch ook denken. Laat die mensen. Ja, ja. ik bedoel. Nou, ja, goed, hier, 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 ik, ik heb ook Anthony uh, geïnterviewd, die, die komt met de Florijn. Hè. Dat is ook van nou, een, een eigen betaalmiddel. Er zijn ook mensen die daar zich bij aansluiten. Ja. En die ook zoiets hebben. Ja, ik wil me eigenlijk een beetje afkeren van, van, uh, van, 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 van de bestaande. Uh, netwerken, ik wil een eigen netwerk bouwen. Nou, dat is volgens mij hier ook gebeurd. Dus en wanneer wordt het dan zo bedreigend? Ja, als je overal bommen gaat neerleggen, oké, okay, dan is voor mij ook geen sprake. daar ligt een Gent. Ja, nee, absoluut. Dus... Maar ik bedoel gewoon een, 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 een eigen community. Ja, dat, dat, dat voelt momenteel ook alsof dat bedreigend is. Of in ieder geval, zo wordt er over geschreven. Zo wordt het. Narratief, zeg maar, geduwd. De, de kunst is denk ik toch wel dat we met elkaar blijven nadenken over een, over een uh, redelijk perspectief over de wereld en dan uh, kritiek hebben en proberen zelf um, uh, je te verenigen met anderen en het, uh, het leven te verfraaien en wel te kunnen blijven studeren, bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, op, op een interessante manier en niet, niet, niet in een, uh, aan een brainwash instituut voor je, voor, voor je gevoel. En uh, deze gasten in uh, deze 21.000 mensen in uh, Duitsland zijn echt uitgelogd, hè, Marlies. Dus dat is ja. Uh, maar die andere, die, die groep is veel groter. Ik denk dat ze daarom zijn opgepakt, omdat het resoneert bij veel meer mensen dan die 21.000. En uh, ik ja, maar denk... dan kan je toch ook afvragen als samenleving wat wat opvallend, weet je wel. Van kunnen zich die dan niet vinden in een politieke partij? Uh, of je kan toch ook reaching out doen in plaats van het gelijk extremist. Nogmaals, als er bommen geplaatst zijn, dan is er geen sprake ja. van. Maar ik mis ook zo. En reaching out naar een anders denkende. Ja. En ik bedoel, er wordt zoveel gesproken over diversity. Maar er is, ik heb nog, zolang als ik leef, nou dat is 57 jaar, is het zeg maar, het is zo'n beklemmende tijd. Er is juist helemaal geen ruimte voor anders denken. terwijl we de mond vol hebben over diversity. En die diversity, diversi die gaat dan ook weer heel erg één kant op. Ja. Maar gewoon een andere kant is ondenkbaar. Nou, dus gewoon de, een beetje de gekleurde vogels in de samenleving, of de andersdenkende. Ik heb die altijd superleuk gevonden. Nou, we nodigen ze hier ook vaak uit. Nee, maar ik bedoel, dat, dat geeft een samenleving kleur. Nou. Dus ik bedoel ook wat jij zegt, van zo'n zo groep, uh, maar jij zegt ze zijn echt uitgelogd. Dus heb ja. jij daar een andere mening over? Jij vindt ook dat ze dan te ver zijn uitgelogd? Ik denk, ja, dus we moeten nu wachten tot. Dan moeten we een andere keer nieuws van de week erover bespreken van hoe extreem het nou was. Maar we, ik denk dat je, dat je de inlichtingendienst die het voordeel van de twijfel moet geven in Duitsland. En dus te, ik ga er geen uitspraak over doen. Maar het is wel. Uh, er vallen wel andere dingen op. Hè? Bijvoorbeeld dat het allemaal zo geanzeneerd is met media erbij. Nou, dus, uh, maar dit is gewoon, uh, uh, zeg maar, uh, geschiedenis in wordingen. Dus hier gaan we het vaker denken over hebben, als we Duitsland een beetje in de gaten hebben houden. En verder, wat je zegt over die, uh, die bonte vogels. Ja, het is natuurlijk uh, het is spijtig dat, dat iedereen steeds meer uh, met de neus een uh, kant op moet. Zo saai. Ja, het is ook saai. Zo saai. Maar het dus is, uh, is ook niet... advocaten, allemaal dezelfde schoenen, allemaal dezelfde stropdas, weet je wel. Ja? Ja. Zo corporate, zo... Het, iedereen, ik bedoel, dat is ja. dus dan binnen de advocaatwereld. Maar gewoon dat nu iedereen hetzelfde moet denken. weet je, Dat is echt in mijn bedrijf... Ik heb altijd de andersdenkende daarin omarmd. Ja, dat... dat maar die samenleving, die zijn we kwijt. Ja. Nou ja... Het probleem is dat er ook een. Um, kijk, de, uh, je ziet eigenlijk dat, uh, dat de hoogopgeleiden in Nederland. die denken op één manier. En die, dat is ook de. Uh, methodologisch meest overtuigende en rationele manier. Dus die, die, uh, met statistiek, uh, met, met, met verwijzingen naar artikelen, en die, die studeren af, die schrijven een scriptie. En dat, is, dat, is ook, dat werkt ook robuust. Ik bedoel, ik heb allemaal kritiek, dat weten jullie ook, op het uh, universitaire stelsel en ook op het hogeschoolstelsel. Het kan allemaal veel beter. Maar er, is, er gebeurt er ook wel een hele hoop, wat wel goed is. Maar dat heeft ook een bepaalde blikvernouwing veroorzaakt. En als mensen dus zelf dingen gaan uitzoeken, een beetje op internet snuffelen en uh, YouTube filmpjes aan elkaar plakken en, uh, um, dan uh, wordt daar toch een beetje op neergekeken. Van, ja, je, je, maar jij begrijpt helemaal niet wat de Euro is, of wat digitale identiteit is. Ja, kijk, Laat het nou echt, maar aan ons over. Wie ik ben, ik ben je jij? niet echt de nieuws? Ja, je hebt niet gestudeerd en je, en je bent niet benoemd. Je hebt deze rol niet. Terwijl wij hebben de positie. He, dus geef ons maar de macht, wij hebben ook de macht, dus onderken nou maar, geef ons nou maar, geef, zie ons nou maar als gezagsvol, we hebben de experts, die huren we in. En ze laten die mensen eigenlijk, ze, dus de, de elite, die laten eigenlijk de mensen die zelf wat uitzoekt en dat ook natuurlijk wel met verstand doen. daar ook over praat en, en, en misschien ook wel gewoon voldoende gestudeerd is om dat onder woorden te brengen. Die laten ze gewoon gaarkoken in hun eigen sop, dat is dus wat er gebeurt, neerkijken op mensen die anders theoretiseren. Terwijl wat je zou moeten doen, is natuurlijk bedenken van, wat, wat is dan precies waar ze bezorgd over zijn? Wie is, wat, wat zeggen ze dan over die deep state? En dan, zoals wij dat hier net ook al deden, dan kun je dat voor een groot deel ontkrachten. Eh, je, voor mij mag je het verder nog steeds in blijven geloven, maar dan... Je, 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 het, 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 ja, maar het, het is, is die... natuurlijk ook zelf een, 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 een onderdeel van rationaliteit dat je leert dingen te verklaren... Ja, en dan op een gegeven moment dan is er, nou oké, okay, dat kan. Maar je kunt dan wel. Ik denk dat heel veel mensen, wanneer je ze uitlegt. hoe, dingen, hoe bepaalde dingen werken, ook nog wel denken: oh oké, okay, zit het zo? En dan ook wel weer hun vertrouwen terugontwikkelen. Maar ze worden eigenlijk. Ja, maar het is een veel. Het is, de kracht is veel groter dan dat jij nu, nu omschrijft. He, dus uh, neem, neem zo'n uh, bedrijf als uh, Apple. He, die had uh, als slogan: Think different. Ja. It, 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 ik denk dat als we nu different, dan denken we iets heel anders. Dus, dus Apple had een, een heel uh, gedoe met, uh, met Twitter, want die had ook gezegd: als jullie je niet aan de regels, welke regels dat dan ook precies zijn, maar dat is in ieder geval van uh, nieuws ook onderdrukken houden, uh -huh. dan uh, gooien we jullie gewoon van de Apple Store, dus dan kan je de Twitter-app niet meer downloaden. Nou, toen heeft Ellen gezegd: uh, ga lekker je gang, gast, dan ga ik wel ook een telefoonbedrijf uh, beginnen. Nou, toen zijn ze samen op een gegeven moment blijkbaar gaan wandelen, zijn ze naar uitgekomen. Maar ik bedoel dat, Think different. En nou, dat is ook het, het, een onderwerp waar ik het nog met je over wil hebben. Is, um, de Twitterfiles uh, deel 2 uh, is naar buiten toe. Um, nou, daar, daar komt dus dus uit dat er dus echt gewoon een blacklist was. Ja. En dat uh, uh, prevent disfavored tweets from trending. Eh, nou, dus trending topics, dus nou. die zijn onderdrukt of gemanipuleerd, zodat ze dus in ieder geval niet trending uh, worden. Uh, actively, actively limit the visibility of the entire account or trending topics without informing users. En ik blijf erop hameren, ik heb het de vorige keer toen we het over hadden over part uh, one. Kijk, bedrijf voor bedrijf is een missie he heilig. Zeker in Amerika is dat je missie en je visie, mm. dat is je dat is belief. Daar zit heel je beliefstelsel op. Mm. Dus ook als CEO, um, aandeelhouders, iedereen gaat voor de missie en de visie. Is dat... het niet meer iets voor op de website, maar liefst? Nee, 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 dat vergis je heel erg. En zeker Anglo-Saxische landen, mm. dat is echt bijna sectorachtig. Nou ja. Dat, dat, dat is echt die missie en die ja. visie en de beliefs... Dat, dat zijn echt... Dat is, dat, nou ja, omdat dat... je dit nu zo inbrengt, kijk... We ik, hebben... ik, ik maak dus, ik doe nog even de mission. De hmm. mission is to give everyone the power to create and share ideas... and information instantly, without barriers. Dat was hun missie. En nu blijkt dus dat ze allerlei dingen hebben geblacklist, onderdrukt... Uh, mensen ervan afgegooid hebben... Uh, dus, dus wat jij net zei, het is een soort netwerk vanuit um, um, wetenschappers of wij weten het wel het beste. Nee, maar het netwerk is nog veel groter. Alle techbedrijven werken mee aan het narr narratief. Uh, weet je, dus Big Pharma, het is gewoon inmiddels wel gewoon een heel groot netwerk waar je waar je, je in ja, een beetje verloren voelt. Ja, ik weet niet of het echt mensen zijn. Is, ik zie het meer als een soort mind snatchers. Dus, mensen zijn? We hebben het over... We, ja. Hoe nee, dus, <laughs> bedoel je? Nou, dus dat... Let op. Dus ik, ik denk dat er ideeën zijn die circuleren. Bijvoorbeeld over wat, hoe je over iets behoort te denken. En die ideeën die nestelen zich in de hoofden van mensen. En die, uh, die worden uitgewisseld. En die zijn heel dominant. Is de, dus de vraag is... Kijk, er zijn heel duidelijk um, uh, mensen geweest... die Twitter hebben opgebeld... van kun je die en die shadow bannen, hè? Dus vooral uh, democraten hebben zich eraan aan uh, gezondigd en dat is ja, en dat omdat is eigenlijk... er veel meer democraten daar werken zeg maar van ja. de tijd. Ja. Maar ik, ik zag eigenlijk vooral bij uh, Twitter Gate Chapter 2... Uh, vooral uh, dus dat zij zelf eigenlijk op mm -hmm. <laughs> eigen initiatief mensen dus in de schaduw plaatsen. Omdat ze dachten van nou, oh, dat. Hoe bedoel je bij... op eigen initiatief? Nou dat ze zelf zo dachten van dat, dat wat iemand een bepaald iemand zegt dat hoort zo niet en dan beslis je gewoon met je uh, met je commissie van uh, die, die moet eruit. Er is niet verder iemand die je daarover opbelt. Is niet iemand die je dat vraagt te doen. Dan beslissen die dus dat. dat deels, dat, dat, deels. Dat bedoel ik met dat mindsnatcher. Mensen zitten gewoon in hun hoofd met hoe het hoort te zijn. Deels, maar je ziet, zeg maar, wat er nu dus ook naar buiten is gekomen in 1 en 2. Dat het uh, de board uh, buiten de CEO. Uh, en daar zat dan ook uh, liability in, de uh, trust. Uh, uh, even kijken hoe heet die meneer uh, uh, Jack, even kijken dat. Jack Dorsey? Ja, nee. De oprichter. Nee, niet Jack Dorsey. Nee, dat is een andere Jack. Uh, nou, dat ben ik heel even kwijt. Maar die ging juist, zeg maar, over de integriteit. Huh? En uh, dus het is echt van hoge hand, buiten de CEO is er gezegd: wij gaan dit shadow bannen. Dus. Tuurlijk is het ook op de vloer gebeurd, omdat mensen denken dat ze het goede doen. Mm -hmm. he, van, anders komt die gekke Trump uh, no. weer. Uh, he, dus ik doe het goede door dat uh, te shadow Ik denk dat die psychologie loopt er absoluut ook doorheen. Maar het is ook vanaf boven gezegd: van wij vinden dat dit zo moet. Ja, maar dat boven is dus, dat denk ik. Uh, dat zijn mensen, dat zijn die integriteitsraden, die ken ik ook wel. Mijn, mijn vak uh, in de filosofie heb je zo, de praktische filosofie bestudeert dat ook. En dan zie je wel, dat, dat zijn dus ook gewoon ideeën die die raden zelf bedenken. Dus die worden denk, volgens mij niet gebeld door bijvoorbeeld de CIA of door, iemand, door een lid van de Deep State. Maar we kun, je kunt dat niet uitsluiten. Dat kunnen we zeker niet uitsluiten, wat, wat er want gebeurt, mensen, want echt journalisten van de New York Post heeft dat goed onderzocht... En zij zegt dat dat wel is gebeurd. En dat is nog niet naar buiten gekomen. Dus dat moeten we nog bevestigen. Afwacht, ja, dat gaan we dan ja. nog verder. Over dat kritisch denken nog, Of het think different. Daarvan zat ik ook nog te denken. We hebben het natuurlijk over 1984 gehad een aantal keren. Dat boek van George Orwell. En daarin zie je ook een soort raar iets gebeuren met taal. Hè? Dat gebeurt ook tegenwoordig. Ook, er zijn nooit zoveel mensen die aan kritisch denken doen aan de universiteit als nu. Of aan uh, diversiteit of burgerschap. Terwijl ondertussen natuurlijk het kritisch vermogen enorm aan het dalen is. En wij heel intolerant zijn voor mensen die tegengas geven. Ja, dus zo kun je in de taal eigenlijk zelf doen alsof je heel erg different bent. Terwijl ondertussen, ja, uh, different in de zin van iemand heeft een andere huidskleur... of iets anders tussen zijn benen hangen of daarover in twijfel. Ja, die difference die is er wel. Ja, maar een andere opvatting over wat, uh, wat, wat de, de rol van de staat is in de samenleving. Ja, dat, uh, nee, dan ben je snel een extremist. Nou ja, ik vind. Uh, hoe hoe noemden ze dat nou in 1984? Noemen ze dat nou ook de waarheid? Het ministerie van waarheid ja, had je. Ja. Maar, ja, Ja, maar ik bedoel, al die namen zeg maar bij ja. dit soort bedrijven die dit in de gaten moeten houden, uh, of het nou bij techbedrijven is of bij banken, het zit echt wel in die hoek. En dat is dan ook een soort debiteuren-crediteurenafdeling die dat dan moet uh, ja. afwegen. En daar gaat dan natuurlijk ook van alles mis. Maar het, is, het heeft ook iets uh, um, waar het voor opgericht is. Uh, dat, dat roept bijna ook tegelijkertijd de andere kant op. Nou ja, we hebben gezien dus dat het hele raar is. Dus dat al die integriteitscommissies die er waren, die hebben juist uh, meer censuur veroorzaakt. En dat niet goed kunnen uitleggen. En dus ook nog willekeurig gehandeld. Dat komt nu allemaal naar boven. Terwijl de grote kapitalist uh, Elon Musk... die lijkt juist nu weer een uh, libera liberale vrijheidsbeweging in te zetten. Nou, met Ad hebben we besproken dat de echte meta-oplossingen zien natuurlijk... dat je wel een rechtsstatelijke ontwikkeling krijgt... die meer gaat structureren wat je kunt met, die, met sociale media. Terwijl die sociale media die denken we zijn een bedrijf. Dus Twitter of Apple die zeggen we zijn een bedrijf. En het punt wat Ad nou eerder maakte in ons uh, gesprek... Um, en waar, waar ik hier graag bij aansluit, is meer van, ja, kijk, moet je niet zeggen dat die digitale infrastructuur voor een deel toch ook gewoon uh, niet zo'n eigen staatje mag spelen, maar moet luisteren naar uh, minimale wetgevingseisen. Dus nu is het toch te veel een vrij plaats. En dat, ja, zie dat... Je, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Amazon. Hè? Bijvoorbeeld Amazon, uh, als je nu wat koopt bij Amazon, die betaalt geen BTW, uh, er wordt geen vennootschapsbelasting betaald. Dus die, staan, die zitten gewoon in een no-man's-zone. Daarbij, ja, MKB doen dat allemaal wel. Ja, dat is toch zo? Ja, nee, ik bedoel. Ja, dus, dat, dat dat zoiets, zoiets simpels is dus ook met sociale media aan de hand. Ze, 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 het zijn gewoon hun eigen koninkrijkjes. En, ja, maar en, je komt en, natuurlijk wel. Uh, wat, wat het moeilijke hieraan is, is dat dan kom je weer bij wat het eerste wat je inbracht. Uh, Vertrouw nou ook de overheid nog wel, want die. Die hangen heel erg op wetenschap, uh, op rapporten die extern gemaakt zijn. Um, die dan maar moet aannemen dat dat, dat dat klopt, moeilijk te bediscussiëren is... en waar heel uh, strak beleid op wordt gemaakt, wat een grote impact heeft op de samenleving. En waarbij je het gevoel hebt van, ik kan niet eens mee, mee de discussie voeren. Dus, oh ja. Het is een, dus ja, ik weet niet of ik het... Dan komt het ook in zo'n rapport... Terecht, weet je wel. Nou. En dan gaan zij dat aftikken, of niet? Nou, maar uh, ik zou dus dat onderscheid dat ik net introduceerde bij de bespreking van uh, het Duitse Keizerrijk, hè, tussen de rechtsstaat, de bureaucratie en de democratie, die drie lagen van ons uh, politieke bestel, die zou ik graag opnieuw inbrengen. Van, kijk, je, het heeft niet zozeer te maken met dat je meer overheid zou willen in het sociale medialandschap, als dat de juiste woorden zijn, hè? want Twitter is ook volgens mij een soort nieuwsmedium. Maar goed, uh, dat daar gelaten. Maar dat je meer dus. Die, Rechtsstatelijke bescherming wil van jouw digitale eigendommen. Ja, nu is het bijvoorbeeld. Ja, rechtsstatelijk beschermen dat er 3000 politiemensen ik... op je afkomen of wat. Nou, kijk, dus daar waren we het al over eens. Dat er nu alle reden is om te denken <laughs> dat het echt om extremisten gaat. En dan maar, moet ja. zo'n actie ook mogelijk blijven. Hè, ja, okay. dus, nee. Ik snap dat ik hier een beetje een braaf conservatief antwoord geef, maar dat is ook denk ik, burgerschap. Hè? Je moet wel. Er zijn grenzen in dingen. En dat. Dat heb dat, ik ook gezegd, er ja, zijn grenzen maar in. Maar over die overheid, hè? want dan kunnen we nog even hebben over die digitale identiteit. Je ziet dus nu ook veel scepticis over uh, de, uh, de plannen van de overheid om over te stappen op zo'n uh, DigiD, maar dan Europe Europese Unie-variant. En dat heeft precies daarmee te maken, denk ik. Dat uh, mensen zeggen: ja, maar, heb maar een digitale identiteit, Europa breed, maar dat is mijn overheid niet. Ik heb niet op gestemd. Nee, dus die, die, de Europese Unie... leidt eigenlijk in heel veel opzichten... aan imperial overstretch. Er moeten steeds meer landen bij. Er moeten steeds meer taken bij. Die, 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 de Europese Unie wil eigenlijk groeien. Zowel naar binnen als naar buiten. En uh, dat zie je nu ook met die digitale identiteit. Ik denk niet dat mensen nou... Dat zie je ook in het geval van een calamiteit. Dat mensen best wel terugvallen op de overheid. Uh, als ze werkloos zijn. Of als er een ramp is. Of als er een ja, epidemie. Nee, bij, bij dat MKB, hebben we allemaal gezien. Bij MKB ook allemaal belasting voor betaald. Maar gewoon toe, heel even ja. om het duidelijk te maken. Dus de, de, die, wat jij het over had. Die digitale identificatie. Dat is deze week ook gebeurd. Er was een motie. Een motie werd aangenomen om digitale identificatie niet te onderschrijven. Uh, maar... Oh ja, Renske Leijten die heeft dus gevraagd hè, aan de regering, uh, uh, aan, aan de, uh, de, regering, hè, aan de uh, staatssecretaris in dit geval, uh, Alexandra van Huffelen heet ze geloof ik. Ja. En die uh, Alexandra van Huffelen die, uh, ja, die heeft eigenlijk gezegd van nou ja, ondanks het wantrouwen van de uh, oppositie in de Tweede Kamer, het wantrouwen over wat zo'n digitale identiteit kan worden en wat het is, uh, gaan we toch doorzetten. Maar toch... toch... het is gewoon afgetikt. Ja, nou ja, en dat betekent dus dat... Uh, ja, dat betekent rechtsstatelijk gezien eigenlijk nogal wat. Want uh, dan neem je dus je eigen bestuursmodel niet meer serieus. En het is dus wederom... Uh, dus het is echt een matige democratische actie. Een, een, een schrikbarend verschijnsel eigenlijk dat dit kan. Dus dat, dat, dat er zoveel mensen bezorgd over zijn. Dat het ook politiek vertolkt wordt. En dat er dan toch niet naar geluisterd wordt. Het is eigenlijk... Ja, het is... ja maar dat is dubbelop. Uh, ja. Dat is dubbel op een probleem, want het is natuurlijk al sowieso een probleem, ook al ik zou zelfs zijn van het model, zelfs al is een groot deel van de oppositie maar niet genoeg voor een motie, dan, uh, dan, moet, je, dan moet je ook nog handelen, moet je ook nog een keer achter die oren krabben van is hier niet iets aan de hand. Maar uh, op de een of andere manier zitten wij politiek gesproken ook in diezelfde there is no alternative blikvernauwing. Dat we gewoon door willen op de ingeslagen weg. En dan en dat zie je ook het nadeel van de organisatie van de Europese Unie. Namelijk als je niet meedoet, dan gaan dus ministers die daarbij betrokken zijn. Want zij, Van Heuvelen zit op uh, volgens mij uh, koning, uh, Koninklijke Relaties en uh, Digitalisering. Dus ze is heel erg betrokken bij de EU. Dat zij ook, dat beeld ge geeft ze ook af van ja, als wij niet meedoen, ja dan missen we de boot. Of uh, er wordt wel naar ons geluisterd, maar we moeten wel ja, er mee is een, blijven doen. We moeten een invloed heel... blijven houden, terwijl... Dat is dus het rare aan internationale politiek. Dat je dus heel blij mag zijn met, met wat er allemaal geregeld wordt. We hè? mogen meedoen. Ja, we nee. mogen meedoen. Terwijl. Het is, is heel juist flash... het hele punt. We mogen meedoen, maar onder voorwaarden die mensen niet meer leuk vinden. Dus waarom. Ja, en dan is er ook zo'n heel flashy clipje gemaakt: hè, dat ze zo uitstappen uit de ja. auto en uh, ja. de, ons uh, toespreekt van. Uh, hoeven ja. We hoeven geen zorgen te maken. Het is alleen maar als het vrijwillig is. Ja, maar je. je al je alarmbellen gaan natuurlijk aan. Nou, nou ja, daar kun je wel een aantal filosofische vragen bestellen. Hele simpele bijvoorbeeld. Voor welk probleem is de digitale identiteit straks de oplossing? Of is dit veel meer een soort van ja, digitaal instrument dat geïntroduceerd wordt, waar allerlei lagen in kunnen worden gebouwd. Uh, verza verzameling van gegevens, misschien zelfs biometrische gegevens. Uh, Nee, Misschien al, de, dingen die, die te maken hebben met jouw uh, verleden, met je betalingsverkeer. Misschien komt er een koppeling uh, tussen uh, uh, die digitale euro. Ook weer precies zo'n vraagstuk. Ja, CBDC. En, ja, en, en, Dan kunnen en, ze en, alles lekker aan elkaar leggen. Ja, precies. En, en dus de technische filosofie... Je hebt een speciale tak van sport en de filosofie, de techniekfilosofie. En die is, uh, die is bedreven in het stellen van deze vraag eigenlijk. Van ja, uh, technologische oplossingen zijn leuk als je wel bedenkt waarvoor ze nodig zijn. Ja. Ja, maar ik denk dat als je wij, zegt als... ja, dat biedt enorm veel kansen, ja dat, ja. Ja, het dat, is, biedt... niet, dat is niet genoeg. Nee. Zeg maar daarvoor offer je te veel op, namelijk privacy en ook gewoon zorg. Echt burgerschap. Hè? Er zijn al heel veel mensen ontevreden in Nederland en nu ga je toch dus verder Europeaniseren. Dat is niet slim. Je, je, je bouwt een sentiment op van uh, ja, we willen eigenlijk niet mee. Het bestaat al in Nederland. We, we doen. In Nederland kijkt vooral de, de, zeker weer ook de hoger opgeleide en al helemaal dus de D66 en de groenlinkers. Die kijken, die kijken toch een beetje naar Brexit. Zweden en Italië, alsof dat allemaal verre landen zijn. Het zou hier nooit gebeuren en uh, die zijn helemaal van het pad af. Nepnieuws gestuurd door Rusland. Het is echt een, nou ik heb het woord nu wel vaker laten vallen, maar het is echt een blikvernauwing hè, van, de, uh, van, van veel mensen, dat zij denken dat dat niet zou leven hier. Het, is, het, het zou zomaar ook hier kunnen gebeuren. Ja, ik en denk, en, en, als, en zo, je, dus die verdere Europeanische... Ja, ja, laat niet mij zeer, even, <laughs> nu ben ik Ja, even. nu ben jij er. Ik denk als je zo'n uh, digitale identificatie bijvoorbeeld in 2018 mee was gekomen, uh -huh. nou, dan, dan denk dat we ons er allemaal niet zo warm over hadden gemaakt. Maar na wat ze hebben gedaan met corona, dat, zo dat er zo diep wordt ingegrepen uh, met lockdowns, een uh, uh, vaccinatieplicht die zogenaamd geen plicht was, uh, uitsluiting van hele groepen, uh, lockdowns. Mee van de striktste, zeg maar, van heel Europa. Ja, nu, 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 nu kan zoiets gewoon ook niet meer. En als je daar als overheid dan ook niet de gevoeligheid voor hebt. dat dit leeft in de samenleving en dat je die agenda maar doordendert en uit blijft rollen. dan zit daar gewoon een heel groot gat tussen de burger uh, en, en, en uh, regeren. En ja, dan krijg je volgens mij toch ook wat bij punt één begonnen. Dan gaan mensen uitloggen. Nou. Nee, dat is. Ja, maar dat heb je prachtig gezegd. Ja, nou ja, we moeten ook, ook afsluiten. Wordt er wordt allerlei signalen gegeven dat het tijd om. Oh, jammer, is. jammer. Jel ja. Ja. Uh, ja, ontzettend bedankt. Leuk maar ja. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.